De Algemene Surinaamse Houtunie, ASHU, overweegt naar de rechter te stappen omdat ze vindt dat haar leden worden gefrustreerd door de overheid. Dit zegt waarnemend voorzitter Rajan Baldeo. Hij vindt het niet kunnen dat vergunningen niet gemakkelijk of helemaal niet verlengd worden, wat tot grote frustratie leidt onder het personeel. Het verlengen van vergunningen is geen gunst die het ministerie van de GBB ons doet, maar een recht waar belanghebbenden aanspraak op maken, zegt Baldeo resoluut. Dan zijn de bedrijven ondertussen eigenlijk volledig uit elkaar gevallen, omdat jij in een lopende onderneming niet een stilstand van 6 tot 18 maanden je kunt veroorloven. Maar daar houdt de uitvoering van de boswet in handen van de SBB en het ministerie van GBB helemaal geen rekening mee. En deze toestand duurt al veel te lang en het is een leidensweg om vanuit, zeg maar via de SBB, van het ministerie van GBB, je stukken in orde te krijgen. Dat is nooit goed voor een bedrijfszekerheid. Dat is niet goed voor de werkgelegenheid van het personeel. En dat zal ons de meeste aandacht krijgen. Los daarvan zijn er ook nog brieven uitgegaan uit de sector waarin concessionarissen worden aangemaand om achterstallige producties te realiseren, zoals ze hadden aangegeven in hun hun concessievoorwaarden of hun kapplan. Terwijl er wel een periode van bijkans 19, 20 maanden van continue regenval hebben, waarbij wegen in het binnenland zijn afgesloten, waarbij delen van het bos zijn ondergelopen, et cetera, et cetera. En nu komt als donderslag uit de hemel de minister van GBB met een eerste aanmaning, dat zou ze wettelijk moeten doen om de concessies te kunnen intrekken, met een gegeven van ik trek uw concessie in als u niet binnen een onrealiseerbare tijd ons de achterstallige productie inloopt. De Algemene Surinaamse Houtunie is ook niet blij met het generaal pardon dat aan houthakkers is gegeven door de regering. Dit leidt tot overtreding van de boswet van 1992, waarbij domeinbossen en concessies van derden kunnen worden betreden. Dit is onverteerbaar voor de sector, omdat op deze manier oneigenlijke concurrentie wordt gestimuleerd, terwijl de concessionarissen wel conform de boswet werken. Het generaal pardon is dan ook niet wenselijk, niet welkom voor de sector, omdat je op het economisch vlak ongelijke kostprijzen krijgt, waardoor in feite de concessionaris de gebeten hand wordt, doordat hij wel concessierechten wel moet betalen, wel vele andere verplichtingen heeft die de toegestane, zeg maar grofweg rovers, niet hebben te betalen. En het is daarom ook ondenkbaar dat zo'n gedachte zich heeft kunnen uitvouwen binnen de regering om mensen de ruimte te geven om illegale acties te plegen en daardoor de staat niet alleen te benadelen, maar ook het bedrijfsleven te benadelen. Volgens de Houtunie is de stap naar de rechter bijna een noodzaak in de strijd voor hun recht en zekerheid. Baldeo zegt dat het echter niet zo ver hoeft te komen. De Houtunie zal de eerste stap zetten om wederom met de regering om de tafel te gaan, om de perikelen te bespreken en met oplossingsmodellen te komen.